Maandagmorgen was het weer raak onder het viaduct bij Hotel Nimma. Opnieuw ging er een automobilist de fout in door te denken dat het viaduct hoger was dan zijn voertuig. Geen vrachtwagen dit keer, maar een bestuurder van een personenauto met een aanhanger. Die was gevuld met kozijnen en deuren en dat was allemaal te hoog. Het gevolg, de aanhanger ging op de kant en de achterkant van de auto kwam omhoog. Een sleepwagen bracht uitkomst. Na een tijdje kon de onfortuinlijke automobilist zijn weg zonder al te veel schade weer vervolgen.